Zijn er ook dingen die je echt totaal niet gemist hebt, die we straks wel weer moeten gaan doen? Zweten in de club. Vieze dicties. Vieze dicties. Vieze gore mensen die aan je zitten. Ook nog in de metro met zoveel mensen om je heen. Wow. Ik ga ook geen mondkapje missen hoor. Nee. Die acne die je ervan krijgt mis ik ook niet, denk ik. Grot. Ja. Grot vind je dan dat je alleen maar in je kamer zit en er niet uitkomt? Dat je gewoon geen contact meer hebt en dat de muren een beetje op je afkomen. Denken jullie dat jullie daar last van hebben? Nou, ik denk het eerlijk gezegd zelf niet. Ik denk dat ik dat misschien meer had toen de avondklok er weer afging. Nou ja, ik heb wel dat als ik nu veel dagen met mensen ben, dat ik wel meer gesloopt ben. Dat ik denk, hoe deed ik dit vroeger? Ja. Aan de ene kant vind ik het dus heel fijn dat je weer vrij bent om te gaan en staan waar je wilt. Alleen, ik moet ook wel zeggen dat ik ben nu mijn scriptie aan het schrijven. Dat het heel lekker is dat je niet hoeft te zeggen, jongens, ik wil vroeg naar bed. Ja, wat voor prikkels hebben jullie juist heel erg gemist de afgelopen tijd? Nieuwe mensen ontmoeten, denk ik echt. Ja, terwijl ik dat niet had verwacht. Die prikkels gisteren weer opengegaan, de sportschool. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Ook echt de bioscoop. Ik heb wel veel films gehad van dat ik dacht, ja, als ik dit in de bioscoop keek, dan had ik er wel iets meer gevoeld ofzo. Dus. Denk je dat dat gaat zijn dan, als je straks ineens weer een hele grote menigte mensen staat met 5 bier in je hand en weer je vrienden moet zoeken helemaal vooraan? Dat wordt heel leuk, maar ook een hele hoop paniek wordt dat, denk ik. Want op festival leer je ook nieuwe mensen kennen en muziek en vrij. En je ook jong voelen. Ik voel me nu een beetje zo'n oude, suffe persoon of zo. Want ik woon nu ook net samen. Dus het is allemaal een beetje, weet je wel, een uitje is de was doen, zeg maar. Dus het gaat nu, het is goed om weer even jong te voelen. Ja, wow, daar droom ik over. Ja, echt. Nee, het liefst morgen of zo meteen al. Hebben jullie ook zin om straks weer in het café lekker te flirten met de mensen die je tegenkomt? Nee, jij hebt een vriend, maar... Ik zit in dezelfde situatie. Maar wij kunnen ook flirten. Sowieso. Ik laat altijd die man op mij afkomen. Vind ik makkelijker. Ja. Niet dat ik heel veel mannen heb nu, maar als die er zijn. Maar ik heb er wel zin in. Gewoon weer mooi, want dat is het ook. Je weer mooi voelen en aandacht krijgen. Dat doet ook heel veel voor je ego eigenlijk. Hè? Nee, hij is daar meer van. Hij is echt de fix weer van ons. Kijk, nee, praat met. Iets van, ben jij van de McDonald's? Because I'm loving it. Dat soort dingen, weet je. Maar nee. Ik zou die nooit in het echt doen, want dat is een beetje, dat is heel cringy.